doet u wat, hè? Ja, ja. Er was soms emotioneel van, ja. Ja. Jarenlang naartoe gewerkt. Ja. En dat is nummer 4? Ja. Kun je eens even voorstellen aan ons? Wie hebben we hier allemaal? Nou, dit is Tom, dat is John, Sjaak, Hunter. Die twee verste weg, dat zijn de voorponies, lopen voor in het spaan. Deze twee lopen achterin. Ik ben nu de tuigen aan het opdoen. En dit komt soms vast aan de koets. En dan, ja, hier trekken ze de kar mee aan, zeg maar. En dit keer 4? Ja. Hoe lang ben je bezig? Een uur ongeveer. Door overbuurman Niek Panjer kreeg Joris op zijn 7e de smaak van het mennen al te pakken. Inmiddels is hij 16. Maar zijn ponies staan nog altijd bij de overburen. Ik zag hem hier een keer in land doen. En zo'n, ik denk dat wil ik ook. Nou ja, toen ben ik er naartoe gelopen. En toen mocht ik het zelf doen. En nou ja, en toen begon het. Op zijn 8e reed Joris al zijn eerste wedstrijd. Met buurman Panjer achter op de kar als groom. Het tweespan werd een vierspan. En de buurman heeft inmiddels plaats gemaakt voor twee jonge grooms. Wel is hij nog altijd bij de wedstrijden van Joris. Ook afgelopen weekend toen hij Nederlands kampioen werd. Nou, wel heel bijzonder. Ja, enkelspanponies en zo. Dat zie je dan wel meer op die leeftijd. Maar in de vierspanport op 16-jarige leeftijd al zo meesturen, dat is natuurlijk wel bijzonder. Doet ons wel goed. Ja. Ja. Doet u wat, hè? Ja, ja. Er was soms emotioneel van, ja. Ja. Jarenlang naartoe gewerkt. Ja. Ja, gewoon prachtig, ja. Ik ben er eigenlijk altijd mee bezig en ja, vind ik het mooi dat het nou zo eerste wordt, ja. Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit een dressuurproef, vaardigheid en de marathon. En dat laatste vindt hij het allermooiste. Snelheid en de samenwerking die ik met de mensen achter op de kar heb en de ponies die gaan volgas door die hindernissen heen. En ja, mensen die aan de kant staan te juichen, ja, vind ik mooi. Kom jij hier maar, Niek. Die kun je onmogelijk alleen doen, zoiets, of niet? Oh, ja, Tom. Ja, ik ben er altijd wel iemand bij nodig die er mee helpt vasthouden. En in de wedstrijd allemaal, dan heb ik twee personen achter mij staan die de kar in evenwicht houden. Dat is ook het leuke voor ons, dat hij dus zo gedreven is in die sport. Dus als hij dan niet zo aardig had, hadden wij de aardigheid er ook niet meer aan. We waren er ook wel mee gestopt. Hoe belangrijk is die voor je? De buurman? Ja, heel belangrijk. Ik zou er eigenlijk ook niet zonder kunnen, maar... Ja. Je gaat verhuizen, hè? Ja, daarom. Dus ja, ik zal toch wel moeten. Hoe moet dat? Ja, nou ja, moet ik zelf maar wat meer doen, denk ik. Stap. Of blijft hij komen, denk ik? Ja, dat doet hij wel. Dat doet hij wel. Hij gaat niet heel ver weg, dus hij blijft wel in de buurt. Voorwaarts. Raf. Sjaak. Minnen moet een gevoel zijn. Je moet het ook aan kunnen voelen. Het is niet een kwestie van, als je heel sterk bent, kun je die paarden houden. Het is ook de mond van het paard aanvoelen in de hand eigenlijk. Dan rijdt hij voor schooltijd, nog 1 of 2 ponies nog. Naar school is het weer. De ponies gaan bij alles voor. Hoor. Ze moeten sowieso verzorgd worden natuurlijk, maar ik moet ze ook elke dag trainen. Ze moeten in tuig lopen. Ik train ze ongeveer 1-2 keer per week vierspan. En de rest train ik in het enkelspan of in het tweespan. En dan moet ik proberen die ponies zo mooi mogelijk te laten lopen. Wat de jury's van mij verwachten. Sjaak, dan roep ik die rechts vooraan. Dat die moet doorlopen. Dan moet links achter, moet, als ik links omga, de kar naar buiten drijven. Kom, door. Ik wil volgend jaar internationaal gaan rijden met de ponies. En dan is klasse Z, dat is toch even het hoogste van het hoogste. Maar ik moet zelf ook een andere dressuurproef rijden en de vaardigheid. Dus die kegels door die poorten gaan smaller staan. Dus ja, het is allemaal wel net even iets zwaarder. Ja. Ben je eraan toe? Dat denk ik wel, ja. Nou, dat weet ik eigenlijk haast wel zeker. Dit is de lust, hè? Altijd met die paarden bezig.